010 Empower. Zij geven vanavond een energieavond vol inspiratie en informatie over duurzaamheid, zonnepanelen, energiebesparing. En het is bedoeld voor huiseigenaren in de wijk, Blijdorp en Liskwartier. Dag meneer Niels Berndsen, is ook aanwezig. Ze moeten zich inschrijven en krijgen een evaluatiepapiertje mee om achteraf in te vullen. Wat is de bedoeling van vanavond, Arjan? De bedoeling van vanavond is kijken hoeveel energie in de buurt er is. Oftewel, hoeveel bewoners er interesse hebben in energie besparen, energie opwekken en hoe we die kennis kunnen delen met elkaar. Ja, en dan mag iedereen meedoen. Ja, iedereen kan in principe. Het is een gratis evenement. We hebben dat in samenspraak met de deelgemeente georganiseerd. Noord-Holland is ook een heel groen gebied. Dus heel veel biomassa, heel veel wind en heel veel zon. En toch loopt Noord-Holland helemaal niet voorop op het gebied van duurzame energie. En het laatste aspect is dat groene. Als je mensen interviewt in Noord-Holland en je hebt het over landbouw, dan zien ze daar helemaal een toekomstperspectief in. Het is gewoon geen issue. Het is wel een groen schiereiland, maar niemand doet er wat mee. Tuin achter de duin, een ander toekomstperspectief wat we hiervoor hebben, is een perspectief dat oude achterland van Amsterdam weer Amsterdam gaat voeden. Empowerment staat eigenlijk voor eigen kracht. En eigen kracht staat symbool voor je eigen leven naar eigen inzicht inrichten. Maar ook je eigen energie opwekken, je eigen voedsel verbouwen. Het kan maar ook eigen kracht uit de buurt halen. Dus gezamenlijk dingen doen. Gezamenlijk voor elkaar. Ik kom zelf uit Brabant. Daar wonen mensen. Daar kent eigenlijk iedereen in het dorp elkaar. Hier ken je soms je buren niet eens. Die zeg je amper gedag, dan loop je eigenlijk een beetje schichtig voorbij. Dat is eigenlijk wat ik een beetje probeer te, naast de duurzaamheid in energievraagstukken, heb je ook sociale duurzaamheid. En die wil ik ook proberen aan te bakken. De opkomst, ben je tevreden? Dat is boven verwachting eigenlijk wel. Ja, we hebben, de zaal kan 240 mensen of zo bevatten, maar ik denk dat we 50, 60 mensen hebben of zoiets.